En natuurlijk bij Karin. Ja. Ja, goedendag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog van mijn moeder. Joepoei. Nou, lees goed wat er op die verpakkingen staat. Ik bedoel, dit krijg ik wel goed aan. Daar staat er toch notabene op waar het naartoe moet. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik heb mijn haren lekker gewassen. Heerlijk schoon helemaal. Ja, lekker weer gedaan. Want het zat... wat ik gisteren al zei, het zat stijf op mijn hoofd. Maar oké. Okay. Nou ook, want het zit stevig hier, maar op een schone manier. Lekker. Ik moet heel uitkijken, want er heeft er eentje gestaard. Onder mijn stoel. Vlak bij mijn wiel, dus ik moet heel voorzichtig wezen. Hé, Kandalfie? Ja. Rijka die is lekker buiten en Eeuwen zit op de vensterbank achter de bank. Ja, allebei een bank. Raar hè? Maar oké, ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. En natuurlijk bij Karin. Ja. Ja, goedendag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog van mijn moeder. Joepoei. Dus ja, het gaat allemaal goed. Het komt allemaal goed. Maar we zijn in afwachting van een pakketje. Ja, een belangrijk pakketje voor mij. En een nieuw tuigje voor Rijka, een anti-trektuigje. En die zou vandaag binnenkomen. Nou ja, jullie weten dat er om de havenklap een busje voor mijn deur staat. Dan weer van die bedrijf. Ja, en daar is de wacht op, van uit welk busje komt het? Want ik denk niet dat het een plat is, dat het door de brievenbus kan bij elkaar in. Nope. No. Dus het wordt met een pakketbezorger gebracht. Dus daar wachten we op. En Rijke is lekker buiten aan het strunen, dus laat me lekker strunen. Ze moet toch even wachten met lopen, want ik durf nou niet weg. Nee. Dus ja, ik hoor wel wat, maar ik zie niks. Ja, het is een helikopter. Oké, okay, ja. Dat kan ook nog, maar die landt hier niet. Die vliegt wel even door naar de kooi. Ja, toch? Maar oké, okay, ik geloof dat er weer eentje erin wil. Maar ik moet er ook even eerst er één optillen. Want die mag er nou even nog niet uit. Want die heb ik net binnen. En ze moeten nog eten. Ja, dus ik ga even kijken. Tjoeke, 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 tjoeke. Au! Auw, dat doet zeer. Hou je nagels bij je. Kom nou. Goed zo. Ja, goed zo. Nou, eraf. Die nagels van ze doen een zeer in je benen. Potverdikkie. Dat is niet fijn. Nee. Maar als ik dat pakketje krijg, dan gaan we natuurlijk gezamenlijk uitpakken. Ja, ja. En het natuurlijk proberen bij Rijka. Uiteraard, en jullie mogen dat meebeleven. Ja, nou, ik ben even een vlog aan het editen. Oh, nou ja, Karin die is ook druk bezig met een vlog aan het editen. Weet ik veel hoe het allemaal heet. Ik plak het in elkaar en het programma doet de rest, zeg ik altijd maar. Hup. Malle. Maar dat ga ik dan meteen allemaal in die laten zien. En wat is het ook hier het ene zet allemaal af. Allemaal, ja. Maar oké, okay, ik ga hier even naar de gang en Voordat ik mijn rijles heb, want het is nu 2:30 en om 3:00 staat... Karin die heeft vanmiddag haar tweede rijles, dus helemaal top. Dus dat komt allemaal wel goed. Een duimpje omhoog. Zo bij Karin, zo bij mij. En het komt allemaal goed. En nou staat Rijka weer daar. Nou, je blijft hier lachen. Ik moet ze dus even eten geven. En nou, ik kom straks gewoon weer terug zodra ik dat pakketje heb. Zullen we dat afspreken? Ja, doen we gewoon. Oké, tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, helaas. Het tuigje is wel gearriveerd, maar niet bij mij. Raar, hè? Ja, verkeerd bezorgd. Karin en ik hebben aan ons weesloos gezocht van waar het kan wezen, maar
Ik heb het tot op heden niet kunnen vinden, nog niet achteraan. Ik heb postkantoor opgebeld, Hero. Ook die zouden het niet weten, want het is op nummer 14 terechtgekomen. Ja, waar is nummer 14? Ik heb hier in mijn straat geen 14. Nee, wij zitten in lage nummers, onder de 10 nog. Tenminste, het gaat tot en met 10. Maar, nopinjendo. Ik heb het vermoeden dat hij het in de andere straat, die bijna hetzelfde heet dan ons, dat hij daar heeft bezorgd. Maar lees wat op die verpakking staat, want het staat er goed op mijn computer. Waar het naartoe moet. Dat, ik ben des duivels, weet je? Echt, ik ben boos. Lees goed, jullie van de... wat voor bedrijf is het? PostNL, geloof ik. Nou, lees goed wat er op die verpakkingen staat. Ik bedoel, dit krijg ik wel goed aan. Daar staat er toch notabene op waar het naartoe moet. Ja, lees goed. Ik kan daar zo kwaad om worden. Het gaat niet om iets van wat drie nog wat heeft gekost. Nee, het is wel over de 50 euro hoor. Hey, wat ik moet betalen. PostNL, ja. Kanonnen, wat ben ik boos. Heel erg boos. En ik ben thuis, hè? Ja, ik was thuis. Ik heb het zelfs Rijk aan niet uitgelaten. Kom op, ik ben zo boos. Ja, het arme beest. Je moet er nodig uit en ik ga dat nou doen. Ik heb mijn booster buiten laten staan. Die laat ik ook buiten staan. En ik ga er straks weer naartoe. Ja, want ik ben ook zo boos. Ja, niet op die mensen hoor, maar die bezorglui. Laat eens lezen wat er staat. Ik ga een klacht indienen, hè? Ja, ik ga een klacht indienen. Want dat mijn man nog leefde, hoe vaak we wel niet post daarop moesten halen. Of post juist weer daar naartoe moesten brengen. Want ook komt er hier ook post van hun dan weer. Oh, denk na. Ja. Maar oké, lieve vrienden, jullie kunnen er ook niks aan doen. Ja, ik ben nou in mijn boos.nl. Zo, klaar ermee. Ik ga Rijken uitlaten en ik ga er straks weer naartoe. Ik zal hier zelf even naar de wc en dan Rijken eruit, want dat beestje moet echt nodig. Dus ja, en ik was ook aan het renderen, maar dat blijft maar even staan, dat wacht maar. Ik ga eerst het belangrijkste nu doen. Ze zeggen... Ik hou jullie op de hoogte van de rijlen en zeilen van het tuigje van Rijka. Er staat op dat adres van mij. Dat lees jij ook als jij mijn pakket binnenkrijgt. Nou, dan kun je gelijk tegen die postman of postvrouw van de pakketbezorgdienst al zeggen van, hé, hey, je bent hier verkeerd, want dit is deze straat. Je moet daar wezen. Nou, alsjeblieft, neem mee en breng het daar naartoe. Maar dat wordt ook niet gedaan. Nou, dan word ik zo boos, hè? Ja, echt zo boos. Maar oké. Nou, zag ik er net de postbode op de fiets. Dus we zullen beleven wat die heeft. Maar ja, ik krijg toch meestal geen brieven van iemand. Dus dat is hier zeldzaam dat ik een briefje krijg. Maar oké, komt allemaal goed. Ik sluit dat af en ik ga zo meteen door met renderen en ik zal mijn booster opruimen. Oh nee, ik ga toch straks weer proberen. Ja, je weet me nooit. Maar ik ga eerst even een vlog afmaken, ja, voordat ik die kant weer opstuif. Ik hou jullie op de hoogte van het rijden en het zeilen van het anti-trek corset van Rijka. Enkel die ziet er anders uit dan deze. Dan gaat het ook, dan zo. Dan gaat het ook onder de, tussen de voorpootjes door en hangt er hier ook een ring waar ik hem aan vast kan koppelen. Deze ring, die kan ik er dan aan vast koppelen. Ja, nou dat komt goed, dat laat ik dan allemaal wel zien. Ik hou er nou mee op, ik ben het zat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en tot later. Nou, ik sprak er net een beetje wartaal uit. Ja, want ik deed eerst mijn haar goed, zag ik even terug. En toen ging ik met mobiel raar doen. Mijn camera. En toen moest ik hem weer aandoen. En toen begon ik verder alleen nog maar te praten van, over dat ze het verkeerd bezorgd hebben. Dus ik
Het was een beetje warrig allemaal. Dat ik mijn haar goed deed. Toen was er, zei ik niks. En zo begin ik op een rare manier eigenlijk tegen jullie te praten. Maar oké, gedaan een zaak in geen keer. Ook ik kan vreemd overkomen als ik een beetje in de war ben door mijn boosheid, kwaadheid. Ik ben het nog, maar het begint te kalmeren. Want ik heb het bedrijf opgebeld waar dat het tuigje vandaan komt. En die gaat er nou achteraan. Ze zegt, dat klopt ook niet, dat hoort niet. U had het nu moeten hebben, punt. Ja, nou, ik heb het dus niet. Maar zij gaan naar dat postbedrijf bellen die het dus moeten brengen. Ja, dus ze zou me terugbellen. Dus ik hoor straks meer en ik hou jullie weer op de hoogte. Ze zeggen, tot strakjes. Hallo, lieve vrienden. Ja, een hele andere Corina, hè, dan vanmiddag. Ja, ik ben nou blij. Ja, wel, ik had er net ook wel weer even tranen in de ogen uit blijdschap, maar het pakketje is binnen. Ja. Dus ik heb hem zelf gehaald, want ze hadden hem inderdaad verkeerd. Ja. Dus het briefje wat hier in de brievenbus behoort te leggen, dat ligt in een andere straat op hetzelfde huisnummer. En bij de buren was het afgeleverd. Dat werd ook gewoon tegen die vrouw gezegd, een pakketje van nummer 10. Dus die vrouw die pakt het aan en die legt het weg. En ja, ze kijkt er ook verder niet naar om. Ze zou het wel in vervolg doen. Nou ja, oké, prima. Uitstekend toch. Maar ja, ik moet er een schaar bij hebben. Want ik zit met koude handen, pijn in mijn handen. Er wil er eentje erin, ook dat nog. Dus ja, gaan we eerst die weer even binnen laten. Die zit hier. Onze eeuw in. Zo, waar ben je nou? Oh, daar. Dag eeuw in. Oeh, wauw. Ja, dus ik ga dat pakketje even lekker uitpakken. En we zullen het beleven. Even schaar. Oh, wil er nog één erin? Nou ja. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Oh, jij ook naar binnen, man. Nou, dat mag. Ja, je was er net spoorloos, hé. Ja, kom er maar. Kom dan. Dan moet je wel komen, kom maar. Ik heb hier eten, hè. Ja, ik heb hier eten. Kom maar. Kom maar. Hé, ja, kom maar. Ja, ik kom eraan weer. Voilà. Want het is momenteel niet bepaald warm te noemen. Nee. Echt niet? Nou, waar ben je? Kan dat? Oh, dat mag ook. Hier, nog een bakkie. Even er eten nog maken. Kan die ook gelijk eten krijgen. Ik zelf moet nog eten. Nou ja, dan weten jullie het wel, hè? Ja, ik ben zo laat. Nou ja, ik heb weer wat leuks geleerd ook vanmiddag. Van Karin. Dus ja, eeuw in. En dat valt ook te zien op een vlog. Rijka die staat toe te kijken wat Kando allemaal doet, want die is Rijka er eten aan het opeten. Want Rijka die blieft dat niet. Nee. Die blieft dat lekker niet. Dus ja, en dan zegt Kando, nou dan eet ik het erop. Hé? Je laat dus het kaas van je brood eten. Dan ben je wel dom bezig. Maar ja. Oké, we gaan de doos openen en ik zou een schaar pakken. Die moet ik nou nog pakken. Of had ik die? Nee. Ja. En de schaar erbij. Heb. Zo. En hier even nog. Zo, en aan deze zijkant nog. Ja, zo, nou dan moet hij los wezen volgens de geleerde. Ja, ik zei.
Ja. En jou hoor, de kleur die ik wou. Paars. Ik wou paars hebben. Moet ik even zien hoe dat... Ook even met een schaar erbij om het kaartje eraf te halen. Oh, oké, okay, mag ook. Er zit een oh, doe maar de, oh jee, oh jee, oh jee. Een splitpen zit er ook. Altijd handig. Kijk, eens even zien. Die moet wel opgeknipt worden, want dat zit er met een tie-rip. Ah, mijn duim. Nou, dan komt het. Komt ze hier dus in te zitten. Daar, ja, niet te hangen hoor. Dan kan ik hier bovenaan vastkoppelen. Aan die ring. Maar dat is er bovenop. Maar, dit is de voorkant. Dat komt, zo moet die dus. Dus hier een ring om hem vast te koppelen. In plaats van daar, want bij de andere tuigje, maar ja, dit is ook een heel ander tuigje, dan zit het aan de voorkant, hier zit hij aan de achterkant en ook de handgreep, om maar heel kort te houden, waar dat ringetje voor is, Joost mag het weten, dat weet ik niet. Maar ze gaat dus voortaan hier aan, want ze trekt mij te veel. En dat vindt zij niet leuk. Ik weet ook niet of ze hem past, gelijk mij een beetje te groot. Dus ik ga hem gelijk al inkorten. Ja. En dan gaan we hem zo meteen passen. Dan moet hij wel even willen. Kom op. Dan gaat hij weer groot worden. Even. Wat voor dikkie. Nu moet ik ook nog zien hoe ik hem open moet maken. Dat heb ik nog niet eens naar gekeken van waar zit die klem. Zo. Nou, aan deze kant kan die nog een heel eind ingekort worden. Hup, hup, hup. Die kant op. Zo. Hup. En dan hier nog. Een stukje. Hup, kom op. Dus eventjes, ja, even verstellen, hè, allemaal. Eventjes verstellen. En daarom zeg ik al, dan moet ik ook nog eventjes zoeken waar die klem zit, want dat weet ik nog niet eens. En dan moet ik hem hier nog doen. Vier punten. Om hem te verstellen. Zo, maak ik hem nou weer groter? Ja, ik maak hem nou weer groter zeker. Ach, wat ben ik dom. Ja, maak hem weer groter. Dat moet niet. Die had ik al gehad, geloof ik. Nog maar even. Even zien hoor. Ik ben nou de kluts even kwijt. Ja. Even kijken. Ja. Wil die weer niet? Nou, nee, hallo. Wat denk je? Ik heb de boel opgegeten van Rijka. Nou, ik moet eerst even zien. Oh, hier zit hij. Aan weerskanten zit hij. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Hij zit aan weerskanten. Dus ik heb met de kopje daar doorheen. Nou, we zullen er even halen. Of ik neem jullie mee, want het is slecht op de bank. Dat is wel zo makkelijk. Hé? Hey.
Het is een nieuw tuigje. Oh, wauw. Oh, wauw. Hé, een nieuw tuigje. Ik ga eerst de kant op maar weer naar buiten laten. Kom maar. Kees. Oeh, wat mooi. Kiekeboe. Hoofdje erdoor. Zo. Ja, kom eens. Kom dan. Nee, nou zit ik verkeerd. Hoe zit ik? Ja hoor. Kom eens hier. Nee, vrouwtje is baas. Vrouwtje is baas. Vrouwtje is baas. Niet Rijka. Die moet daar ook. Dan kan ik het beter zo meteen verstellen. Terwijl ze het aan heeft. Ja. Goed zo. Au. Dat deed ik mezelf zeer. Moet die. Barber terug. Nee, nou maak ik hem weer wijder, geloof ik. Hij is te wijd. Hij is te wijd. Godverdikkie. Nou, hij is te wijd, lieve vrienden. Ach, gossie. Ik krijg hem ook niet kleiner ingesteld. Wat ik ook doe hier al. Nou zeg. Kind. Hé? Het is wat, je bent de derde te smalletjes. Ja. Hé, je bent veel te smal, ik kan je niet zo ophijsen. Dat is niet goed, je bent... Nou, dat moet ik aan Karin laten zien. Dat is niet goed. Blijf staan. Staan blijven. Mooi staan blijven. Je groot meisje zijn. Groot meisje zijn. Groot meisje zijn. Ja, groot meisje zijn. Nou, gaan we filmen voor Karin erbij. Nou, lieve schat, terwijl ik ook vlog, ook een filmpje naar jou toe. Hij is er te groot. Ja, ik krijg hem niet kleiner ingesteld, wat ik ook doe. Hij is haar te groot, dus ik moet een... Ik denk dat voor haar met dit toch een S'je hebben. Wat ik ook doe, welke kant ik hem ook inneem, maakt niet uit. Nee, krijgt niet voor elkaar. Dus ja, helaas. Ja. Nou ja, lieve vrienden, ik heb mijn best gedaan. Verdikkempie. Ik krijg het echt niet voor elkaar. Echt niet. Die kant nog op. Zo. Ik snap er niks van. Ik nog even, dan kan ik die banden aan elkaar vastnaaien. Oh, wat erg. Hier ook, hè? En aan die kant kan ik hem ook nog een heel eind innemen. Oh, gossie. Ja, hij is veel te groot. Kan er niks aan doen. 1. 2. Nou ja, dan maar, is het gewoon die mensen bellen. En deze, dit,
retour sturen en een maatje kleiner. Ja. En dan, als ze het nou goed gaan doen, die postbeambtes, dan... dan moet ik de juiste maat krijgen. Moet ik hem misschien donderdag binnenkrijgen. Ja, ik ga er straks nog bellen. Die vrouw, en dan zeg ik van, nou, ik heb hem toch even weten te achterhalen. Maar hij is te groot, ik stuur hem terug. Ik wou graag net zo eentje hebben, maar dan een maat kleiner. Daar is de zwemt erin. En dat is ook weer niet nodig. Nee, en mijn nagel is gebroken, ook dat nog. Nou ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En doe wat je doen moet of doen wilt of wat dan ook. En maak er een gezellige boel van. En verlaat op de avond natuurlijk wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!